droog is. De duiven worden dus maar eenmaal per dag gevoed. Behalve de laatste dagen voor de nationale vluchten. Dan worden ze s'avonds nog gevoederd met een grote hoeveelheid turbo. Energierijk voedsel dus. Dan mogen ze zoveel eten als ze willen en een overschot wordt dan na een half uurtje opgeruimd. Alle dagen komt er iets op het voer, maar bij thuiskomst en zo is dat meestal iets om te recupereren. Eiwitten en ook biergist. Maar de andere dagen is dat meestal maar gewoon die zaken die ik er nu op doe. Ja, olie. Dit jaar hebben we het eigenlijk niet veel gebruikt. We moeten er wel mee oppassen, want het is zeer belastend. Als de duiven natuurlijk veel uren per dag vliegen, dan kan u dat geven. Hè. Maar anders is het wel gevaarlijk om dat te veel te geven. Een duif op zich vertelt niet veel. Maar als duivenmelker, die dat een beetje zijn duiven kent, vertelt heel veel. Je moet gewoon een keer de snavel opentrekken. Heel voorzichtig is. Ja, die laat hem weer niet doen. Maar zie je, dat is roze. En aan de bovenkant, de neus, binnenkant eigenlijk, de gehemelte, laat ik dat wel zeggen in België. Hè. Als die spleet mooi open is, zoals hier, dan hebben ze de kopziekte. De meeste, dat is denkbeeldig bij duivenmelkers, de kopziekte, dat is ornithose. Maar ja, dat is zo'n klein trucje voor mij. Gewoon met uw duim en uw wijsvinger de horen zo'n beetje toehouden. En dan naar de snavel kijken. Die houdt zijn snavel mooi dicht. Maar als ze ornithozen hebben, dan gaat dat snaveltje een paar millimeters open. En als je dat ziet, ja, dan kunnen ze ornithozen hebben. Maar wel, ja, ornithozen, dat voorkomde met veel te druppelen eigenlijk. Kom je dat weinig tegen. Dat zijn zwarte druppels van de dierenarts van bij ons. En ja, dat is 3 keer in de week, soms 4 keer in de week, vol te zien als ik tijd heb. En dan pak ik die zoosje. Hup. Hup, en dat is direct de weg. En dat is belangrijk. En een jonge duif, als die one eye cold heeft, dan bel ik naar mijn dierenarts. Ik vraag wat ik moet doen. Als die zegt, je moet ze inspuiten, dat is mijn Lecoxpectin, dan doe ik dat. Dat is 0,2 of zoiets, dat wij die moeten inspuiten dan. En na 2-3 dagen gaat dat ervan af. Maar dan blijf ik ook wel in passant, als die ingespoten zijn, wel druppelen. Dan kan het in plaats van 3 keer in de week of 4 keer in de week 7 op 7. En dan moet je ze soms een keer thuis laten van de wedstrijd ook. Ja. Als we jonge duiven kolie krijgen, dan kijk ik even, ja, dan als ze een slechte mest hebben, waar ze duiven overgeven, wordt die niet gekeurd. Want ze lopen zo over het dak met uitwennen, eten wat mos, dus er wordt onroepelijk een keer door een duif overgegeven. Wordt er niet gekeurd, krijg je een slechte mest. 1, 2 duiven, 3 duiven, dan ga ik aan het kuren. Kuur ik ook gewoon het hele hokje. Alle duiven worden niet apart gezet, alle duiven worden gewoon gekuurd. Ik heb er nooit geen nadelige invloed van ondervonden, maar ik vind zelf voor mezelf wel, dat ik denk dat lijkt dat hier op de terugweg is. In het begin had ik ooit 3 keer per jaar last van kolie. Op een gegeven moment 2 keer, nou dit jaar hebben ze 1 keer een heel klein beetje kolie gehad. Nou, misschien zet het zo door dat het volgend jaar nog minder is, dat hoop ik. En dan, ik kuur dus wel als ze het krijgen, ja. Mijn jonge duiven worden allemaal geënt voor paramyxus sowieso. Zo snel mogelijk, als ik ze eraf gezet heb, dan worden ze zo snel mogelijk, als ik mijn eerste ronde bij elkaar heb, zo snel mogelijk geënt. Ik heb het ook wel eens later gedaan, maar dan kom ik bij de dierenarts en die duiven zijn zo in paniek, die zijn te oud. En als ik ze jonger inent, dan leidt er een duif niks van, want die zit heel rustig in zijn mand, dus geen stress. Ook minder kans op kolie, denk ik dan zelf. Dus je wordt heel vroeg geënt. Ik ent ze als de tweede ronde eraf zit ook weer zo snel mogelijk voor paramyxus.
Verder krijgen ze geen enting, alleen de pakenenting. En die doe ik zelf samen met mijn vrouw. We halen bij de dierenarts een potje voor pakenenting en dan doen we samen de pakenenting. Verder krijgen mijn jonge duiven geen entingen. Preventieve kuren van jonge duiven, ja, doe ik eigenlijk niet aan. Ik lees vaak in die duivenkrantjes, mensen spelen zijn duiven, die krijgen meteen een geelkuur. Men, deze ronde jongen van deze jaar, eerste en tweede ronde, zijn van begin tot aan het vliegen super gezond geweest. Hebben helemaal niks gehad, alleen elke dag teentje knoflook in de pad. Zou ik er iets aan zien, en ze vliegen niet, zou ik ze inderdaad kuren. Maar ze hebben helemaal niks gehad en zo gaat het eigenlijk al jaren. Alleen als de duiven in de mand komen, dan wordt het vaker een probleem. Komen ze met allemaal vreemde duiven in contact, van allerhande virus of weet ik het, wat ze erop kunnen lopen. Dus op een gegeven moment, dan ga ik ze wel een keer een geelkuur geven, of een ornithosekuur, maar ik heb geen vast schema. De producten die ik gebruik, de entingen worden hier door een plaatselijke dierenarts verricht. Daar heb ik ook wel eens een middel voor het geel gebruikt, maar een hoofdzaak zijn het producten van België Kadeweert. Dus dat houdt in Orni Special of BS of eventueel zouden ze iets in de oogjes krijgen, die oogdruppels. Vanaf dat seizoen begint met thuiskomst krijgen ze een product van de dierenarts in het drinkwater. Dat is ontsmettend en dat product, ik heb dat ook al gemerkt van onze dierenarts, dat houdt een trico tegen. De medische begeleiding van mijn jonge duiven bestaat uit, ze worden geënt voor paramyxo. Ze krijgen een enting voor pokken. Tot het vliegseizoen begint, dan krijgen ze helemaal niks. Als het vliegseizoen eenmaal aan de gang gaat, zeg maar een week voor het vliegseizoen, dan kuur ik ze een week of een dag of vijf voor het geel. En doe ik mijn producten van de Weert, krijgen ze dan een week, een dag of vijf toegediend. Dan weet ik zeker dat ze schoon zijn, dat ze beginnen. Dan hou ik ze wel bij. Dus zeg maar om de 2-3 weken qua weer, hangt ook vanaf natuurlijk. Als het heel warm weer is, zijn besmettingen voor het geel denk ik wel erger. Dus dan krijgen ze, als het heel warm weer is, krijgen ze alle weken toegediend. Maar anders om de 2-3 weken. Maar ik werk wel met thuiskomst van de jonge duiven, werk ik mijn halemiet. Dus als thuiskomst van de wetvluchten, de jonge duiven, zit altijd een puntje halemiet in het water. En daar lijkt me ook een heel ontsmetting voor de jonge duiven. Dus ik denk allebei die combinatie wel goed is. Als ik zie dat de prestaties minder zullen gaan worden en ik weet dat ze schoon zijn van het geel en dat er niks aan de hand kan zijn, dan wordt het voor een ornithose ook gekuurd, maar dat doe ik alleen maar op vrijdag voor het inmanden met ornithose 3 van, ook van de Weert. Nou, oogproblemen heb ik niet. Ik denk ook dat dat komt, ik heb ze in een ren zitten en daar zitten ze namelijk in, er wordt gespeend, ze kunnen al de ren in, die ramen zijn de hele dag open. Die worden zelfs wat dichtgemaakt als ze naar de binnenhokken gaan, als ze verduisterd wordt. Maar in principe weer en wind zitten jonge duiven in de rennen. En dan zie ik in het voorjaar wel dat de jonge duiven last van natuurlijk van ornithose hebben en vuile neusdopjes hebben. Ik denk dat ze weerstand opgebouwd hebben. En ja, dat ik er nadien niet veel last meer van heb. Ik heb er eigenlijk praktisch nooit geen last van. Wij doen onze jaarlijkse paramyxo-enting in het begin van het jaar zoals die verplicht is. En af en toe. Dat betekent eigenlijk om het jaar, of op het aantal jaren hebben we het achter elkaar gedaan, een paratyphus enting in het najaar of in het voorjaar. Eerst de paratyphus enting en dan de paramyxo enting. Voor de verdere rest, natuurlijk, als de duiven ziek worden of als de eigen duif heel ziek is, dan zal ik die wel behandelen. Maar preventieve kuren voor luchtwegen, voor het geel of coccidiose zijn dingen die ik niet doe, omdat ik denk dat als er een groep duiven goed speelt, dan zoek ik het niet bij om mindere duiven iets te geven om het beter te maken. En daarbij leert ervaring, een geelkuur heb ik al, ik denk 10 jaar zeker, niet meer gedaan. En ik zeg ook niet dat mijn duiven het geel niet zullen hebben, maar zoals ze presteren, zoals ze nu doen, blijkt dat ze er in ieder geval geen last van hebben. Dus ik doe daar niks aan. Hè. Ook bij mij komt het voor dat jonge duiven na het afzetten, na een bepaalde periode, dat de kolie toeslaat. Het laatste jaar wordt het wat minder, maar dat gebeurt hem eenmaal. Op het moment dat ik kolie krijg, krijgen ze dus niet meer alleen het vliegvoer, maar dan schakel ik over naar een lichte mengeling, Gerry Plus in dit geval. Dat betekent dat ze eigenlijk ze krijgen heel weinig voer, maar kleine beetjes, dus 2-3 keer per dag. Als je meer geeft, de voer zit in de krop, dat verteert slecht. Ze worden er eigenlijk alleen maar zieken door. De ervaring leert mij dat op het moment dat je kolie krijgt, je gaat ze behandelen met een medicatie, dan duurt 2-3, misschien 4 dagen voordat ze op reageren dat het overgaat. Ik heb eigenlijk geleerd dat op het moment dat je een lichte mengeling verstrekt, dus eigenlijk aan weinig voert, dat het darmstelsel tot rust komt.
de duifgroeters waren zelf overheen. Er zijn wel wat uitval bij duiven die daar op een of andere manier niet overheen komen. Maar op het moment dat ze er zelf overheen groeien, duurt het wel wat langer dan wanneer je medicatie verstrekt. Maar doordat ze er zelf overheen groeien, bouwen ze meer weerstand op. En ik kan eigenlijk uit ervaring zeggen dat dan die kolie ook niet meer terugkomt. En dat is anders dan wanneer je ze met medicijnen behandelt. Dan lijkt het alsof ze later, als ze eigenlijk weer vatbaarder zijn, minder weerstand hebben, dat weer de kop opsteken. De duiven worden heel jong al op de klep gezet. In het begin liggen ze gewoon een half dag rond te kijken, ze vliegen helemaal niet. Tot ze op het dak gaan vliegen zachtjes aan. En het is meerdere keren gebeurd dat er dan een roofvogel tussendook. Dus bijvoorbeeld 40 jonge duiven. Hij pakt één jonge duif, alle jonge duiven vliegen rond. En ik denk van, ach god, daar ben ik een hoop duiven van kwijt. Nagenoeg geen één duif kwijt. Dus ik lees dat ooit bij andere mensen, misschien voor andere mensen interessant, om die jonge duiven heel vroeg op de klep te zetten, dat ze alvast rond kunnen kijken. Ze zitten dan wel onder een gaas. In het begin, dus ze kunnen niet naar binnen. De vrouw zet ze op de klep, ze doet de binnenklep dicht. Dus ze niet naar binnen kunnen, ze zijn verplicht onder de gaas. En dan om 4 uur wordt de gaas eraf gepakt, kunnen ze op het dak, kunnen ze een uurtje rondlummelen. Meer niet, want hij pakt er onherroepelijk een keer. En dat is vaak dan om de paar dagen pak je een duif. Maar door het opjagen ben ik nagenoeg geen enkele duif kwijt. Alleen die duif die hij op dat moment pakt. Dat is jammer, maar ja, het is niet anders, we moeten ermee leven. De verliezen met jonge duiven lijken ieder jaar groter te worden. Niet alleen hier in de buurt, maar eigenlijk in het hele land. En natuurlijk, iedereen heeft er een mening over. Natuurlijk denk je daar zelf ook over na. En dan denk ik dat het belangrijk is, de grootste fout die veel maken, denk ik, kweken uit alle duiven die ze hebben, zoveel mogelijk jonge, een hok vol. Want we gaan er veel verspelen, dus we moeten voldoende overhouden. Ik denk het gerichte kweken uit je beste duiven zoveel mogelijk, geeft wel kans op meer kwaliteit, dan begint het ermee. En daarbij moet je van tevoren goed nagaan van hoeveel jonge duiven kan ik daadwerkelijk kwijt in mijn hok, hoeveel ruimte heb ik. Zorg niet dat ze overbevolkt raken. En daardoor, door er wat minder in je hok te houden, zullen die duiven ook gezonder blijven. Een gezondere duif die is ook makkelijk in conditie, dus dat gaat eigenlijk het hele traject van africhten, het verzorgen, behuizen, trainen, zal allemaal veel beter gaan. Daarbij denk ik dat het heel belangrijk is, de meeste zijn misschien wat kleiner behuisd, hebben één hok met jonge duiven, die zetten daar 2 of 3 rondes bij. Het meest perfecte blijft volgens mij 1 ronde kweken, die afzetten in een hok, niks meer erbij. Zorg dat je van je beste gekweekt hebt, laat daar 2 weken tussen zitten, maar verder niet. Ga met die ploeg aan de gang, en of het er nu 30 of 50 zijn, dat maakt niet uit. Vaak geeft die groep duiven van dezelfde leeftijd eigenlijk dezelfde problemen die ze als jonge duif krijgen op een bepaald tijdstip. Maar zet je daar weer duiven bij, dan blijven die kinderziekten, die jonge duivenziekten, die blijven terugkomen, ze besmetten elkaar, gaat ten koste van de vorm, ze trainen niet. Dan krijg je die tijdsdruk van ik moet jonge duiven gaan africhten, maar eigenlijk zijn ze niet goed genoeg. Ja, het vliegprogramma zegt dat de vluchten eraan komen, dus ik moet ermee in de gang. Je komt eigenlijk in problemen doordat je van tevoren zelf niet goed plant om je seizoen perfect in elkaar te zetten. Dus als je zegt, ik kweek vroeg genoeg, de duif moet ook een bepaalde leeftijd hebben, wil ik ze op de deur spelen, dan moeten ze ook broedrijp zijn. Dat verschilt per soort, in ons geval is dat in januari koppelen. En eigenlijk dus gericht kweken, kweek vooral het je beste. Zorg dat ze allemaal van dezelfde leeftijd zijn, dat geeft de minste kansen problemen. Ik zeg niet dat het dan een garantie is dat het goed gaat, maar ik denk dat je wel voorkomt dat je de problemen krijgt die anderen vaak hebben. En dan is het niet altijd pech. Ik denk dat meestal de liefhebber toch zelf schuld is. Ja. Mijn mooiste momenten is natuurlijk als je een super mooie uitslag maakt. Dat is het mooiste moment. Maar duivensport is wel een sport waar je ook moet kan incasseren. Dat is gewoon. Het is ook veel incasseren. Want ja, vaak ben je ook te laat. Dus daar doe je de hele week alles voor en dan lukt het niet. En dan heb je pech, dan die week erop maar weer proberen. Maar het is ook veel incasseren. Misschien nog wel meer als mooie momenten. Maar de mooie momenten zijn dan natuurlijk weer extra mooi. Wat is het mooie aan het winnen van wedstrijden met de duiven? Eigenlijk is het mooie van winnen het hele traject wat eraan vooraf gaat. Je zoekt ergens een paar duiven bij elkaar waarvan je denkt dat zijn goeie. Je kweekt daar jongen uit, je gaat ermee spelen. Maar dan vervolgens eigenlijk pas als sociaaling zijn of 2-jarige. Een duif klaarmaken voor een bepaald onderdeel. Je doet er alles aan de hele week. Je bent druk met je duiven. Je denkt en nu moet het gebeuren.
En of het nu over een onderdeel of een vlucht gaat, als je alles met elkaar gezocht hebt en je doet alles, je hebt je goed voorbereid, je hebt je duiven goed in conditie, goed getraind en je wint dan die vlucht of je wint een paar vluchten achter elkaar, je vliegt een seizoen met een hoog prijspercentage, je wilt elke keer beter en als, het dan, als je stap voor stap vooruit gaat of je bent tevreden met de prestatie die je levert, ja, dat geeft veel voldoening en ik denk niet alleen wat is het plezier van winnen, maar eigenlijk moet je misschien wel zeggen van hoe ziek ben ik ervan als ik verlies? Want ik ben meer gemotiveerd van als ik het een keer slecht gedaan heb, wanneer ik het goed gedaan heb. Want ik denk van dat gaat er niet gebeuren dat ik volgende week weer een vlucht krijg dat ik niet tevreden ben. Dus ik ben eigenlijk meer gemotiveerd van een slechte vlucht dan van een goede vlucht. Die mega hoeken, in mijn ogen, is dat een kwal en een zegen. Die komen in het daglicht, op de grote schermen. Maar ze laten de mooie kant niet zien van wat de echte duivensport is. Daarvoor moeten we naar een klein hoek gaan. Die zijn meer gepassioneerd bezig met duiven dan die megahokken. Die megahokken die hebben daar verzorgers rondlopen. Ik ben er zeker van, niet alle megahokken zijn zo. Maar ik ben er zeker van, neemt er 10, dan zijn er geen 2 van die 10 dat kunnen zeggen, die duif is die ringnummer en die duif is die ringnummer. Maar tegen een klein hok, dat zich goed kan verdedigen, die kan dat beter. En ik denk dat de media meer naar kleinliefhebbers naartoe moet komen dan naar die megahokken. Want dat is eigenlijk de toekomst van de duivensport een beetje, ja, de mensen hebben schrik voor ermee te beginnen eigenlijk. Want ze denken direct, ik moet zo'n hok hebben om goed te kunnen spelen. En dat is niet waar. De toekomst van de duivensport ligt denk ik op een andere manier dan dat duivensport de afgelopen jaren is beoefend. Het was veel liefhebbers hadden weinig duiven. Speelde een bepaald onderdeel, speelde niet alles mee. Het vliegprogramma's waren minder overladen, er was geen generaal kampioenschap. Dus we hadden eigenlijk een andere beleving, mensen wilden alles spelen. We hadden allemaal niet zoveel jongen. Tegenwoordig, we specialiseren. Er is een jonge groep die liefhebbers die veel werk steekt in het africhten en het begeleiden van duiven. En daardoor lijkt het alsof de mensen die dat op een traditionele manier doen, niet meer mee kunnen komen omdat ze het eigenlijk niet op kunnen brengen of vinden goed is goed genoeg. Daarbij is het natuurlijk zo van dat het ontstaan van de hobby, het generatie op generatie overnemen van duiven, wordt steeds moeilijker omdat steeds minder mensen duiven hebben. Diegenen die wel duiven hebben zijn vaak wat kleiner behuisd. Dus ja, een jong gezin zit niet te wachten op een duivenhok en alles wat er omheen hangt. Men wil niet gebonden zijn aan het duivenhouden. Dus de groep die daarvoor kiest, die zal op een andere manier, misschien naar Enox races of vooral naar combinaties. Ik denk dat dat de manier is, dat het de toekomst wordt, meer combinaties van liefhebbers. En die dan op een gerichtere manier duiven gaan houden door zich te specialiseren op een bepaald onderdeel. Mega hokken, ja, daar wordt veel over gesproken de laatste tijd. Ik denk dat het zo ook niet moet. Ik zou het zelf ook niet graag hebben. Als ik in een vereniging zat waar een liefhebber met 200 duiven aankomt gelopen. Het zijn vaak ook nog hele goede spelers. En je weet dat is een mindere speler met weinig duifjes. Dat je bijna geen kans meer hebt. Het zou eerlijker zijn om te zeggen van maximaal 40 jonge duiven en maximaal 30 oude duiven. Maar dan ook niet meer duiven inkorven. Want als je dan 30 duiven voor prijs zet en ze korven er 100 in, dan heb je nog die trek naar de hok. Dan moeten 200 duiven naar één hok, dat is bijna niet tegen te vliegen. Het zijn ook nog altijd die betere spelers die met veel duiven komen, want aan de andere kant niet betalen. Dus ik zou zeggen, doet er iets aan en zegt van maximaal zoveel duiven per vlucht. De toekomst van duivensport zie ik nog wel goed in. Ik denk dat de mensen ook een beetje positiever in de duivensport moeten praten. Heel veel mensen praten negatief in de duivensport. Het is een heel mooi hobby. Je moet, als je een keer een slechte vlucht hebt, moet je niet meteen zeggen stoppen mee. Maar blijf positief en zeg volgende week gaat het beter. Want PVNA's wordt ook nooit, niet alle jaren kampioen. Daar zie ik de duivensport ook in. Dus ik denk duivensport waar blijven staan. Ik denk waar we waar grotere hokken krijgt, denk ik in de toekomst wel. Dat meer naar de professionele kant heen zou gaan. En
ja, dat hoop je natuurlijk niet, maar als je nou ziet in de laatste jaren hoe grote hokken dat er komen. Ik denk, ja, over een jaar of 10 gezien dat je toch wel meer grote hokken hebt als kleine hokken. Maar ik zie de toekomst wel nog wel goed in, ja, voor de duiven. Met deze laatste positieve woorden van Henry van Doorn besluiten we onze eerste film van Pigeon Pixels. We hopen dat u iets heeft opgestoken en wellicht iets ervan kan toepassen in uw eigen systeem. Via onze website houden wij u op de hoogte van nieuwe producties en kunt u er tevens promotiefilms vinden. Bedankt voor het kijken.